De Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie, PAHO, verzekert dat de COVID-19-vaccins effectief zijn, ondanks de zorgelijke varianten van het virus. Dit liet de directeur van PAHO, Carissa Etienne, weten. Ze zegt wel dat de varianten de noodzaak vergroten om de toegang tot vaccins in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied te verbeteren. Te weinig plaatsen profiteren van het volledig potentieel van vaccins, omdat er enorme toegangskloof is in onze regio. Dit is onaanvaardbaar en de opkomst van varianten maakt het nog dringender dat we de levering aan plaatsen met de hoogste transmissie versnellen, zegt Etienne. Tot dusver hebben 14 landen gevallen van de Delta-variant gemeld, waaronder Argentinië, Aruba en Brazilië. De PAHO-directeur zegt dat het effect van vaccinatie op de volksgezondheid niet te ontkennen valt. Ze benadrukt dat hoe meer mensen gevaccineerd worden, hoe veiliger het wordt voor een ieder.